Goed, goedenavond allemaal. Ik ga maar gezellig beginnen. Ik geloof dat ik alles zover klaar heb liggen. Ik heb een heel nieuw ondeugend katertje die wil de hele tijd voor me gaan zitten. Dus mochten jullie ineens wat in beeld zien, dan weten jullie wat dat is. Hij ligt nu even op mijn schoot. Misschien dat als er zo iemand voorbij komt dat hij denkt, oh, ik ga daarheen. Even kijken. Ik zou vanavond live gaan met de nieuwe Wimsy. En nou ja, daarom heb ik al wat gemaakt. En ik heb ze inderdaad al in beeld gelegd. Ik was echt helemaal weg van die stempelsets. Dus ik dacht, ja, daar wil ik heel graag live mee. Maar ja, ik was vrijdag aan de beurt. En vrijdag was de release nog niet geweest natuurlijk. Dus ik moest eventjes wachten. Dus vandaar een live op zondagavond in plaats van op vrijdag. En dan ga ik maar beginnen met alles gewoon even aan jullie te laten zien. Als eerste van deze stempelset. Ik ga eventjes de namen in beeld leggen, want anders dan... Ik heb ze er niet zo goed in mijn hoofd, geloof ik. Even kijken hoor, hoe heet die ook weer? Even kijken hoor, volgens mij is het de Old Buzzard. Ja, dit is de Old Buzzard. Die heb ik op deze gebruikt. En dat is eigenlijk een beetje in die serie van de Peking stamps. En dus met alle... de panda's, de giraffen en weet ik het allemaal. En daar is deze eigenlijk dan weer een uitbreiding op, laat ik het zo zeggen. En ja, ik vond het zelf gewoon heel erg grappig. Vooral de tekst. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen en of jullie het hebben gelezen. Maar wat vind je nou van de tekst? You're so old you can laugh, sneeze and pee at the same time. Congrats. Het is eigenlijk is dat één stempel, maar... ik vond dat niet leuk als het allemaal hier stond. Dus ik heb dat los van elkaar geknipt. En dat gaat gewoon echt heel erg goed. En nou, dan hebben we hier It's all downhill for me here. Vind ik ook wel heel erg grappig. Happy birthday. And I'd rather be over the hill than under it. Nou, die snap ik niet helemaal. Misschien jullie wel. Maar dat zal wel een Engelse uitspraak zijn die nog eventjes... ik heb nog geen onderzoek gedaan wat het precies betekent. Maar... goed, ik vind de andere gewoon helemaal leuk. En dan al die oude kaarsen erbij. Ik vind hem echt helemaal leuk. Nou heet die Old Buzzard. Maar ik zie er echt een gier in en geen buizerd. Ik heb nog zitten kijken. Ja, misschien dat het toch buzzerd op de een of andere manier toch ook weer gier is in het Amerikaans. Maar ik zie er echt geen buizerd in. Dus ik heb het de hele tijd over gieren. Dus als je denkt van, hé, zij heeft het... alleen maar over gieren. Nou ja, ik zie er gewoon gieren in. Oh, oh ja, tuurlijk. Over de hill is happy en under the hill is begraven. Ja, nou ik het geholpen word, denk ik van, oh ja, duh. Goed, goedemorgen. Maar goed, gewoon echt een hele leuke stempelset. En ja, ik hou gewoon van zulke soort teksten. Dat vind ik echt geweldig. En ik had ook bedacht, dat heb ik nog niet uitgevoerd, want ja, ik heb ze ook nog niet zo lang. Hij is ook echt heel erg leuk met deze. En dat is de Oeps stanset. Het Oeps Word. En dan heb je dus de losse letters en dan een schaduw. We hebben er gisteren tijdens het filmpje heeft Marloes ook een voorbeeldje laten zien die ik ermee had gemaakt. Maar dat vind ik ook geweldig gewoon bij deze tekst. Oeps, you're so old, you can laugh, sneeze and pee at the same time. Leuk toch? Dus dat ga ik binnenkort ook nog doen, maar niet vanavond. Want vanavond wilde ik met de andere stempelset aan de slag. En die heb ik hier al gebruikt en dat is It's Your Day. Nee, dat is niet It's Your Day. Dat is Old Buzzard 2. En daar heb ik de tekst van gebruikt. It's Your Day. En daar zit ook nog bij Let's Party en Hip Hip Hooray. En het leuke van deze set is dat er dus standaard alle stands bij zit. Nou, de oplettende kijker ziet dat ik dus geknipt had voordat ik zag dat er een stand bij zat. Want ik hoop er eigenlijk nooit stands bij. Maar ik heb ook nog al die tussenstukjes er nog uit zitten knippen. Maar dat hoeft niet. En ik heb hem ook voor vanavond... heb ik hem nog een keertje gekleurd en daar, nou ja, toen had ik dus wel mijn stans weer zien zitten. Toen dacht ik, oh ja. Dus toen heb ik hem eventjes opnieuw gedaan. En nou, wel gewoon met stans. En dat is toch eigenlijk wel heel erg makkelijk. Dus dat is wel, maar goed. Dus voor de mensen die van stans houden, bij deze zit hij er dus al bij. Dat is helemaal leuk. En dit is de Old Buzzard 2. En wat ik zeg, ook hier zie ik dus een... een gier in, ja. Yeah. Ik vind geen buizerd.
Dan heb ik ook deze. En die heb ik ook op deze kaart gebruikt. Maar ik weet niet of dat goed zichtbaar is. Volgens mij wel een beetje. Ik heb hem hier op de achtergrond gebruikt. Ja, het is wel zichtbaar. En dat heb ik met clear en bospoeder gedaan. En daarna ben ik er overheen gegaan met allemaal kleurtjes Distress Inkt. Maar ik heb hem niet helemaal ingekleurd. Dus het is echt een subtiel achtergrondje. Maar het geeft net even dat extra waardoor het niet zo saai wit is. En dit is de Vintage Script Background. En Vintage Script, dus een vintage lettertype. Ik vind dat echt heel erg leuk. En je kan hem helemaal gebruiken zoals ik hier heb gedaan. En wat ik eigenlijk straks ook wilde gaan doen. Maar je kan ook kleine stukjes ervan gebruiken. Zeker met zo'n stempel. Dan kun je gewoon zo, hop, lekker kleine stukjes een beetje, zeg maar, stempelen. In plaats van dat je hem er helemaal bovenop legt. Of andersom, zoals ik zal meestal doen en straks ook zal doen. En dan had ik ook nog deze, die wil ik vanavond gaan gebruiken. Die is niet van de laatste nieuwe release, maar die is wel van deze maand. En dat is de Distressed Background and Ink Splatch. En daar wil ik dit van gaan gebruiken voor vanavond. Ik vind dat altijd heel erg leuk van die ink spatters, dus die vond ik helemaal leuk. Maar ik vind deze ook heel erg leuk. Dus ik dacht, die gaan we ook gebruiken op de kaart vandaag. En dan had ik nog even een twijfel of ik ga deze gebruiken. En dat is een setje van Marianne Design, waarvan ik even niet weet hoe die heet. Even weer gluren hier zo. Oh, de lieve teksten clear stamps. Nou, het zijn gewoon een hele hoop lieve teksten. Hiep, hiep, hoera, feest. Weer een jaartje wijzer. Bedankt dat je er altijd voor me bent. Dat heb je goed gedaan. Je verdient een dikke knuffel. Vandaag zetten we jou in het zonnetje. Fijn dat je er bent. Hoera, je hebt iets te vieren. Heel veel lieve groetjes. Nou ja, gewoon allemaal leuke. En ik had voor vanavond had ik klaar liggen. Geniet, straal en lach, want vandaag is jouw verjaardag. Die leek me wel leuk bij die gier. Dus die had ik klaar liggen. Of ik ga deze gebruiken. Deze staan nog niet in de webshop, maar wel al verkrijgbaar in de winkel. Als er vraag naar is, gaat die wel de webshop in. Maar dit zijn echt hele leuke stickers met teksten erop. En deze is met goud. En er waren 3 soorten van. En ik ben niet zo slim geweest om er van allemaal eentje mee te nemen. Dus ik heb eigenlijk alleen deze meegenomen, omdat ik die dacht van, oh, die is misschien wel leuk voor op mijn kaart. Maar er zijn echt hele leuke, en dit zijn gewoon stickers die je dan kan plakken. En als je niet zo goed bent in stempelen, is dat best wel heel erg handig. Of als je die aan de binnenkant van je kaart doet, is dat natuurlijk ook heel erg leuk. Dus dat was eigenlijk wat ik vanavond wilde gebruiken of laten zien. En dan ga ik nu beginnen met het maken van mijn kaart. Ik heb hem nog niet geprobeerd te maken, dus het is spannend of het lukt. Maar ik denk dat het leuk is wat ik in gedachten had. Dus ik ga het gewoon lekker samen met jullie maken. Ik gebruik vandaag het watercolorpapier 300 gram. Meestal dan ben ik tevreden met de mindere. Maar voor het ideekaart wat ik vandaag in gedachten heb, wil ik wat steviger. En waarom, dat gaan jullie straks zien. Dus hier ga ik mee beginnen. En dan ga ik beginnen met het stempelen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet beginnen met stempelen. Ik ga beginnen met embossen. En dan ga ik eerst eventjes met mijn anti-statisch borsteltje even zorgen dat er geen plekken blijven zitten waar ik dat er geen poeder blijft zitten waar ik het niet wil. Zo, dan pak ik mijn Versamark. Ik heb wit embospoeder en ik pak dus dat script erbij. Zo. Even kijken. Oh, ik vergeet helemaal mee te kijken eigenlijk. Oh, Old Bessert is naam voor een roodkopgier. Oké, nou, weer wat geleerd. Ik heb echt een beetje zitten googelen, maar ik kon het niet vinden. En iedere keer als ik op Buzzard zocht, dan vond ik dus alleen maar buizerds. En toen dacht ik, nou ja, dat is het niet. Het zal wel aan mij liggen. Maar dan ben ik dus niet zo gek. En dan is het gewoon een gier. Helemaal mooi. Als ik zo'n achtergrondstempel doe, dan doe ik dat graag gewoon heel simpel op deze manier. Ik zie dat ik hem ietsje scheef leg, maar daar ga ik me geen zorgen over maken. Zo, en dan wrijf ik hem aan. Ik heb continu, hou ik hem wel vast, zeg maar, dat ik zeker weet dat ik hem niet kan verschuiven. En dan wip ik hem om. En dan gaan we daar eerst overheen met wit embospoeder.
Ik zal even mijn heatwolf wat aanzetten. Zo. Dan kan die vast warm worden. Nou, ik doe het nu wit omdat ik hem iets beter wil laten opvallen. En ik ga nu ook met Distress echter overheen blenden. En dan valt hij gewoon lekker op. Mijn andere kaartje had ik het met clear gedaan. Hè? Ja, volgens mij is hij wel goed. En het leuke van deze stand is natuurlijk, als hij niet helemaal perfect geëmbost is, maakt het ook niet uit. Want het is geen heel perfect nieuw script dat duidelijk te lezen moet zijn. Het is eigenlijk ook niet te lezen. Het zal wel iets van Latijn zijn of zo misschien. Of het zijn fantasiewoorden. Ik heb het eigenlijk nog niet geprobeerd om te lezen. Ik zag nog een stukje waar niks zat. Zo. Oh, mijn tax loopt nu niet meer mee. Zo. Meestal doe ik het overigens ook met clear als ik er daarna overheen ga blenden. Omdat je dan eigenlijk precies de achtergrondkleur krijgt. Maar vandaag wil ik gewoon echt wit, omdat het er dan weer meer uitspringt. En dat past dan weer mooi bij het randje wat ik om mijn gier heb zitten, heb ik bedacht. Dus deze ga ik eventjes verhitten. Zodat het gaat smelten. Ik zie hem al smelten. Ik ga ondertussen eens kijken of er iets van te maken is van die tekst. Nee, volgens mij por zie ik staan. Misschien is het toch wel Spaans dan of zo. Topo, le. Nee, geen idee. Misschien als we het straks kleuren dat we het beter kunnen zien. Maar wat ik zeg, ik had dus nog geen moeite gedaan om het te lezen. Want ik vind het helemaal niet belangrijk. Oh, daar is een stukje overgeslagen. Dat het duidelijk te lezen is. Ik vind juist dat dat script, dat je het niet kan lezen, dat heeft wat. Ik vind dat gewoon een leuk detail. Ik heb wel meerdere van dat soort stempeltjes, maar ik had nog nooit een hele achtergrondstempel. Dus ik vind het helemaal leuk deze nu te hebben. We zijn er bijna. Ik zie dat ik een stukje heb overgeslagen. En dan zag ik dat ook hier. Het is altijd wel goed te zien, hè? Als je nog ziet van hé, het is nog poederig. Dan is het daar nog niet gesmolten. Zie je dat het is gesmolten, dan is het belangrijk om door te gaan. Want als je te lang blijft verhitten op één plek, dan gaat het poeder in je, of het embospoeder trekt dan juist helemaal in je papier. En dat wil je niet. Ik had bedacht dat ik met aparte kleurtjes aan de slag ging. Dus ik had gekeken. Ik heb een waaier gemaakt met allemaal distress kleurencombinaties. En dan aan de achterkant geschreven van, nou, wat zijn die combinaties precies, voor als ik het vergeet. Hè? En ik dacht vandaag van, laat ik weer eens kijken naar zo'n combinatie. En toen heb ik voor deze gekozen. En dat is in dit geval, is dat Spun Sugar, Bundled Sage, Tumble Glass en Broken China. En die heb ik, daar heb ik zeg maar mijn Copics naast gelegd en geprobeerd. En, nou, zet, kom hier. Nee, nee, niet op mijn laptop. Sorry, ik moet even een ik heb dus naast mijn Copics gelegd en dan gekeken welke kleuren komen een beetje overheen. En ik dacht, nou, dit wordt wel een lieve combinatie. Dus ik heb het gekleurd naar aanleiding van de distress kleuren die ik al had gekozen. Zo. Ja, de kat zit me nu echt heel verontwaardigd aan te kijken van, hey, hallo? Ik wil de aandacht. Ja, hij heeft ook op de een of andere manier een obsessie met toetsenborden.
Van de week was mijn man ook bezig voor zijn werk met toetsenbord. En continu zat hij op het toetsenbord. Ik gebruik vandaag de blending borstels. En daarmee ga ik dus mijn kleuren aanbrengen. En het zijn kleuren die niet zozeer echt helemaal in elkaar gaan blenden. En dat hoeft ook niet zo heel erg. Maar uiteindelijk wel een leuk geheel gaat vormen. Ik maak tussendoor wel even schoon dat ik niet alle kleuren door elkaar ga gooien. Dus dat was Spunsugar en dan gaan we nu Bundled Sage doen. En dan ga ik straks nog weer even een keertje terug om dat wat meer in elkaar over te laten lopen voor een mooie overgang. Dan heb ik vervolgens Tumbled Glass. Ik kan al even hier. Even kijken. Oh, dat was niet Missy trouwens die voorbij kwam. Dat was Seth, ons nieuwe kitten. Missy die heeft die obsessie met toetsenborden gelukkig niet. Zo, ja, ik gebruik voor elke borstel één kleur. Gewoon omdat ik dat fijn vind dat je tussendoor niet hoeft schoon te maken. En ik heb de pastels en de donkere. En ik gebruik eigenlijk voor mijn tumbled glass gebruik ik altijd de pastel. En nou ja, Spunsugar Bundled Sage ook. En dan Broken China is al wat donkerder. En die vind ik dan... daar gebruik ik dan een andere kleur gewoon voor. Even kijken. Ik wil even mijn masking tape. Yep. Zo. Dan kan ik hem, die plak ik lekker aan mijn vingers en dan kan ik zo kleuren. En door het met die borstels aan te brengen, dan ja, moet je iets meer moeite te doen om meer kleur erop te krijgen. Maar daardoor blijft het wat lichter en dat is eigenlijk het effect wat ik vandaag wel wilde. Zo. En dan ga ik nog weer terug met dezelfde kleurencombinatie. Broken China mag dicht. Tumbled Glass. En dan maak ik daar weer de overgangen wat zachter mee. Zo. Bundled Sage. Nou, die is al goed genoeg. En nog een beetje. Tumbled Glass om hier, of Spunsugar voor een mooiere overgang hier tussen. Zo, ik vind hem leuk. Ik heb, oh ja, ik gebruik nu voor elke kleur één. Maar er is eigenlijk, heb ik voor elke kleurgroep eentje, zeg maar. Ik zal even tevoorschijn toveren in mijn molentje. Moment, want dan moet ik even voor uitstrekken. Ik heb deze. En dit zijn dus de 10 gewone kleuren. Dat zijn deze, die heb ik hierin staan. Dus dan heb je voor elke kleurgroep 1. En ik maak eigenlijk weinig schoon tussendoor. Het enige wat ik doe, als ik naar, eigenlijk alleen als ik naar een lichtere kleur ga, is dan spuit ik een beetje op mijn microvezeldoekje. Dan ga ik daar even overheen. Even over een droog stukje. Nog een keer over een nat stukje en weer over een droog stukje. En dan kan ik nu met een lichtere kleur gewoon gaan werken. Maar als je veel met donkere kleuren werkt, dan is het wel fijn om ook die pastels te hebben. En dat zijn er 5. Dat zijn deze. Joep. Dat zijn dus deze. En die gebruik ik dus echt alleen voor mijn allerlichtste kleuren. En op deze manier ja, weet ik dus gewoon altijd welke ik moet pakken. Maar ik maak dus eigenlijk alleen schoon als ik naar een lichtere kleur ga. En dat werkt gewoon helemaal perfect. Als ik van licht naar donker ga, dan maak ik tussendoor eigenlijk niet eens schoon. Dat gaat gewoon prima zo. Zo, even kijken. Ik wilde nog spetteren en nog stempelen, maar dat ga ik pas straks doen. Wat ik eerst wel ga doen, dat is dat ik even met mijn microvezeldoekje over mijn werk heen ga. En daarmee haal ik alle kleur die ik op mijn embosspoeder heb geblend, haal ik er dan af, waardoor het weer wit wordt.
Nou is het met deze kleuren niet zo heel erg, omdat het vrij lichte kleuren zijn. Maar hoe donkerder je kleuren, hoe meer je dat, nou ja, het verschil gaat zien. Maar nu wordt het wel weer echt wit hier. En dat vinden we mooi. Dat is wat we willen. Zo. Dus, dan gaan we naar de volgende stap van mijn kaart. Nee, Zet. Nee. Jip, gaat me niet lastig vallen. Goed, voor mijn kaart basis ga ik deze pakken. Dit is een 15 bij 30 fluweel karton. En die ga ik even dubbelvouwen. Zo. Ik had het ook andersom kunnen doen, maar dat vind ik niet zo heel erg. Even kijken, gebruik je alleen de borstels en niet meer dus de... Oh, ik gebruik echt allebei. Ik vind de borstels vind ik fijn. Maar over het algemeen voor een hele achtergrond gebruik ik liever gewoon de blending tooltjes. Dan zou je zeggen, ja, maar vanavond gebruik je de borsteltjes. Ja, maar dat komt omdat je met de borsteltjes krijg je een wat zachter resultaat. En ik heb trouwens afgesneden op 10,5 centimeter. Dan krijg je een wat zachter resultaat. En dat vond ik gewoon in dit geval mooi. Maar normaal als ik een achtergrond aan wil brengen, dan wil ik eigenlijk meer kleur. En dat effect, dat lukt mij beter met de sponsjes. En dan heb ik dus altijd gewoon, ik zelf gebruik de blending tooltjes van Nuvo. En dan mijn sponsjes erop, die ik dus keurig allemaal in van die fijne zakjes heb zitten. En daarmee kun je dus gewoon veel meer kleur aanbrengen in één keer. En dan wordt die ja, gewoon meteen wat ja, feller van kleur, zeg maar. Nou ja, en ik zag volgens mij ook nog weer de vraag van blenden, blendverschil tussen oxide en gewoon. Nou ja, oxide blendt inderdaad over het algemeen iets makkelijker als de gewone inkt. Maar met wat oefening kun je het eigenlijk echt allebei heel goed. Maar het is alleen het eindresultaat met name wat anders is. En je kunt met oxides kun je stempelen en met gewone inkt niet, omdat die daar, of de gewone distress inkt, hè, omdat die daar niet voor ontworpen is. Maar de oxide is wat, ja, het klinkt heel raar, maar een beetje boterachtiger. waardoor die gewoon makkelijker blendt. En dat, dat komt doordat het een combinatie van twee verschillende inkten is. En de gewone inkt trekt er meer in en dit blijft er ook op liggen. En daardoor, als je dus een foutje zou maken, kun je het met oxide kun je het nog een beetje corrigeren. En met gewone inkt is dat veel moeilijker. Ik heb ondertussen mijn kaart op dezelfde maat gemaakt als mijn achtergrondje. En dan ga ik even mijn stansjes pakken die ik klaar had gelegd. Ik wilde rechthoekstansjes gebruiken en dan deze. Dit zijn twee van de rechthoeken en frames van Carlijn Design. En die wil ik gaan uitstansen. En die wil ik straks ook direct uit mijn kaartbasis stansen. Dus ik ga dit straks aan elkaar plakken helemaal. En ik ga even kijken dat dit uitgelijnd wordt. Even kijken. Dat het wel een beetje recht ligt. Zo. Nu kijk, volgens mij ligt het zo aardig recht. Mijn tekst was natuurlijk iets scheef, dus dat maakt het niet makkelijker om uit te zoeken. Maar volgens mij heb ik hier dat kun je helemaal uitmeten, hè? Maar dat wil ik niet. Dat is te veel werk. Ik doe dat lekker zo. En dan gaat hij gewoon zo direct door mijn stansmachine. Dus dat is met mijn basis erbij. Ik zal eventjes voor de zekerheid... Oh, ik kan dit stukje masking tape wel even gebruiken. Oh, toen verschoof ik hem. Ik wilde dus zeggen, ik zal even voor de zekerheid een stukje masking tape er omheen vouwen. Dat hij goed blijft liggen. Waarom masking tape? Gewoon omdat ik te lui ben om nog een stukje andere tape te pakken. Zo, deze doe ik even door mijn stansmachine heen. Momentje. Oh ja, ik zal zo... Nou ja, ik kan er echt niks van lezen hoor. Saila. Preta zie ik staan. Het zijn vast woorden. Maar ik denk niet dat als je dat zo op de achtergrond gebruikt... Dat er ook maar iemand is die dat gaat proberen te lezen. Even kijken hoor. Volgens mij zit hij nog ietsje scheef.
Zo, dus nu ga ik door deze dubbele lagen heen staan. Eén momentje. Kijk of die er in één keer doorheen wil door allebei. Want het is best wel een dikke laag zo met dat 400 gram papier. Zo. Voorzichtig mijn tape losmaken. Ik heb het te strak aangeduwd. Nou, ik vrees dat ik mijn plan moet gaan wijzigen. Oh ja, die is natuurlijk doorgegaan. Het ziet er naar uit dat het aardig door is allemaal. Het is nog net niet helemaal door. Nou kan ik twee verschillende dingen doen. Eerst eventjes proberen deze voorzichtig los te halen. Ja, klein beschadigingetje. Nou kan ik deze, dus die zit nog goed op elkaar, dus dan kan ik hem zo er weer op doen. En alsnog door de stansmachine halen, maar wat ik ook gewoon kan doen is eventjes met mijn mesje even deze lossnijden, waar die niet helemaal los zit. Want er zit al wel een goede groef, dus waarschijnlijk is dit zo los. Ja, nou hier zit die ook al half los. Hey Seth, kom je nou weer proberen? Niet naar mijn toetsenbord. En het is... Nee. Goed, leuk hoor, kittens. Even kijken. Zo, nou, dan komt deze komt hier straks aan de buitenkant. En dat is eigenlijk waarom ik voor het 300 grams papier heb gekozen. Zou je hier een stukje vellum of iets tussen doen, dan wordt die vanzelf al steviger. Maar dat wil ik niet. Dus hij blijft nu vrij slappig. Dus met als gevolg dat ik nu echt deze zo wil houden. Met die extra laag. Even kijken. Jo. Nou, doe ik zo. Hij is niet echt krom hoor. Het is altijd net als die even, als je met zoveel druk hebt gewerkt, dan wil het ietsjes krommig zijn, maar de... Zo, deze gaan we hierop plakken. Ja, echt goed in beeld laten zien, dat gaat niet zo makkelijk als die, of zo onder zo'n camera. Ik heb niet zo heel veel ruimte hier, hè. Nee, maar van mij aan, hij is echt super schattig. Hij is echt wel heel erg lief. Zo. Nou zie ik dat ik toch een klein beetje scheef heb gestanst. Ik dacht het zo goed hebben gedaan. Maar dan ga ik er gewoon net ietsje smaller maken. Zo, dan snij ik dit er gewoon af. Dat hij wat meer gelijk is. Want het irriteert me dat hij nu... Zo. Oké. Nou, dat is lekker. Dan gaan we aan de binnenkant werken. Deze wil ik verpetteren, dat ga ik nu eerst doen, want dan kan dat even drogen. Dat doe ik tegenwoordig echt heel erg graag met de Black Soot spraysteen. Even alles veilig stellen wat niet gespetterd mag worden, voordat ik verder ga. Zo. Jo. Joppatee. En ik haal gewoon de dop eraf.
En dan ga ik altijd even wiebelen dat de meeste inkt eraf is. Is dat goed te zien? Ja. Zo. En dan tik ik tegen mijn dingetje aan. En daardoor krijg ik lieve kleine spettertjes. Als je wat minder eraf haalt en je gaat er dan tegen aantikken, dan krijg je grotere spetters. Dan gaan we dit eventjes zo laten drogen. Dus die gaat even opzij. Werkplekje weer schoonmaken. Een stukje papier op het toetsenbord leggen. Helpt dat? Zou best kunnen. Nooit geprobeerd. Afval kan weg. Zo. Dan ging ik nu ondertussen verder met deze. Dus dit is eigenlijk uit mijn kaartbasis gekomen. En daarvan wil ik dat middelste stukje wil ik nog gebruiken. Dit had ik dus gewoon met de stans opnieuw kunnen doen. Maar ik maak me daar niet altijd druk over. Ik moet het gewoon lekker uit de losse pols eventjes zo bijwerken. Niet helemaal tot in het hoekje blijkbaar. En hier ook niet. Dat is eigenlijk gewoon een teken van luiheid. Je kunt hier ook een ander stukje karton voor pakken. Oh, ik zit ernaast te snijden. Maar ik heb dit toch over, dus dan kun je gewoon deze gebruiken. Klein hoekje nog. Nou, hoppatee. Los jij. Zo, en dan ga ik er een heel klein stukje afsnijden. Van de zijkant. Dat die beter verdwijnt. En ik zie dat ik hier heel scheef had gesneden. Dus die maak ik even weer recht. En dan ziet niemand dat meer. Zo, dan gaan we verder. En dan pak ik even mijn railbord. En dan ga ik op 1 centimeter... Ga ik even rillen over de korte kant. En dan heb ik dat stukje vast klaar. Die vouw ik zo. En dan doe ik deze ook nog weer net met een hoekje knippen. En die gaat straks achter dat stukje waar we op hebben gespetterd. Zo. Hoppatee. Dan zie je er straks het minste van. Zo. Wat heb ik met mijn vouwbeen gedaan? Ik heb hem net gebruikt. En toen heb ik hem neergelegd. Maar waar? Oh, hier. Als je hem op iets wits legt, zie je hem niet. Zo, deze vast goed gevouwen. Oh ja, die zat er nog op. Goed. Had ik niet eens meer door. Kijk, ze willen je snoetje zien. Ga weg. Sst. Andere kant ook. Lopen. Goed zo. Nou, hebben we gezien? Dat was echt wel heel kort. Zo. Nou ja, mijn achterkantje is nog, of mijn voorkantje eigenlijk. Dat andere kantje is nog aan het drogen. Dus ik ga eerst even deze. Want ook hier wilde ik net weer wat detail op, maar niet dusdanig dat het over mijn hele achtergrond zat. Dat wil ik alleen over dit stukje. En daarvoor ging ik deze gebruiken. Van die Distressed Background and Ink Splash stempelset. Nee, andere kant op. Huppet. Zo. Nou, ik hoef eigenlijk maar een heel klein stukje te beinkten, want je gaat ook maar een klein stukje zien. Even kijken. Ik heb nu Hickory Smoke Archival inkt. Nee. Nee. Oh. Kom, ga liggen. Zo. En gedraag. Goed zo. Meer aandacht krijg je nu niet. Zo, net even wat
Eigenlijk vind ik het hier net te licht, maar ik ga natuurlijk nooit meer hetzelfde kunnen stempelen. Geeft niet, ik ga er gewoon overheen. Zo, doe het weer. Valt nu niet zo heel erg op, maar straks op het wit op de achtergrond gaan we dat wel goed zien. Ja, met het stempeltje schuin. Ja. Ik weet niet hoe handig dit is als je dan zo'n beest op schoot hebt zitten. Maar hij zit nu wel even stil. Dus. Zo. Ja, dat waren drie mooie tellen. Zo. Die onder mijn voeten zitten. Dan durf ik niet te bewegen op mijn stoel. Deze. Deze. Even kijken, alle onderdelen vatten bij elkaar. Deze en deze. Ja. Deze is nog niet helemaal droog, dus die gaan we even een beetje verhitten nog. En die zwarte spetters, dat geeft net dat ja, kleine beetje extra, vind ik dan weer. Waardoor je net weer wat meer diepte krijgt. Je kunt er ook nog voor kiezen andere kleuren spetters te doen. Meestal combineer ik ook verschillende kleuren spetters eigenlijk met elkaar. Maar vandaag heb ik zoiets van, ja, ik heb ook al dat wit van de tekst. Dus het kan wel zo. Ja, zet ik mijn rekwiel inderdaad. Zo, even een stukje papier eroverheen. En dan even het ergste wegdeppen. Eigenlijk is het gewoon veel beter om dit wat langer te laten drogen. Maar goed, die tijd heb ik nu niet. Ik wil zo verder, dus zo. Maar dat moet wel voorzichtig, want anders dan heb ik dadelijk heel erg spijt. Omdat ik het dan te veel uitveeg. Zo, we nemen deze. En daar gaan we een stukje tape achter doen. En die komt dan achter mijn gekleurde velletje. Zo, en dat gaat eigenlijk net wat stevigheid geven, zo ook weer aan mijn achtergrond. En die zorgt ervoor dat ik hem aan de achtergrond kan vastmaken helemaal op mijn basiskaart. Zo. Ik ben nog extra voorzichtig, dus ik gebruik niet mijn vingers nu om dit aan te duwen of iets anders. Zo. Dan gaan we de kaart dicht doen. En dan gaan we kijken waar deze zo komt. En dat doe ik met tape ook gewoon. Kan ook met lijm. Maar ik besluit nu dat ik het met tape wil doen. Goh, zit daar logica achter? Nee hoor, het is de ene keer doe ik dit en de andere keer doe ik dat. Ja, dat spetteren met die spray is zo handig. Kijk, ik deed het ook heel veel gewoon met de inkten. Maar dan verdun je altijd. En nu heb je echt gewoon de kleur zoals die is. En dat vind ik wel fijn. En ik hoef het ook niet klaar te maken. Dat teken ik dan altijd. Hè? Inkt op een blokje, water erop spuiten, dan spetteren met een penseel. Maar dit gaat gewoon 100 keer sneller. En ik ben altijd van dingen die snel klaar zijn. Want ik heb helemaal geen geduld voor achtergronden die uren duren om met in elkaar puzzelen of weet ik veel wat. Dat is gewoon niet zozeer mijn ding. Dus ik ben altijd op zoek naar, kan het ook sneller? Dus toen ik dit had bedacht, dacht ik, ja, dat is het. Even kijken. Deze gaan we nu in het midden plakken. Ja. Doe ik weer even met mijn doekje, omdat mijn zwart misschien nog afgeeft. En ik dat niet wil uitvegen. Zo. En dan gaan we deze daaromheen plakken. En dat doen we wel gewoon met lijm, want dat is het makkelijkste.
Even kijken, je beïnkt de randen nooit. Ik doe wel eens randen beïnkten. Even kijken hoor. Ik doe wel eens randen beïnkten, maar dan gebruik ik gewoon mijn normale inkt. Maar bij dit vind ik dat niet leuk. Niet bij zo'n achtergrond. Zo, even kijken dat hij goed zit. Jij plat. En dan deze weer zoveel mogelijk proberen om er omheen te vouwen dat hij netjes de juiste afstanden heeft. Zo. En dan was mijn idee om dus mijn gier, die ik ergens neer heb gegooid, zodat ik er niet op kon spetteren, maar die ik nu kwijt ben. Oh ja, hier. Om mijn gier dan hier erop te plakken. Zo. Dan komt hij zo. En als je dat neerzet, is dat denk ik heel leuk. Nee, ik doe zeker ook om randen, hoe heet dat? Om die te geven randen beïnkten. Dat doe ik ook heel veel als ik designpapier gebruik. Maar wat minder op het moment dat ik een eigen achtergrond heb gemaakt. Omdat ik dan al, ja, dan gebruik ik gewoon andere technieken. Zo. Ik gebruik nog weer even mijn doekje. Dan kan ik hem weer goed aandrukken. En ik vind het gewoon echt een hele schattige gier. Zo, kijk. En als je hem dan neerzet. Ja, jullie kunnen dat heel slecht zien. Maar hij komt dan zo te staan. Waardoor je dus in je kaart gewoon ook weer heel veel diepte krijgt. En dat vind ik altijd leuk. Zo, deze eventjes weer aandrukken. Zo. Kijk, maar dan zie je die verschillende lagen. Ja, als je hem neerzet, dan is het leuker. Maar dat kan ik moeilijk laten zien onder de camera zoals die nu hangt. Dan had ik nog, zei ik, voor aan de binnenkant. Dan had ik dus of mijn tekstje hiervan, die ik ergens heb neergegooid. Of een stempeltje van hier. Oh, hier had ik hem. Geniet, straal en lach, want vandaag, of want het is jouw verjaardag. Die vond ik op zich wel heel erg leuk om hierin te doen. Maar ik vind zo eentje ook wel heel erg leuk. Even kijken. Dus ik weet het eigenlijk nog niet of ik nou voor de stempeltjes ga of voor mijn stickertje. Even kijken. Er is er een jarig hoera hoera. Die tekst vind ik ook leuk. Deze. Feestvarken vind ik niet leuk. Dit is me nu te goud. Die vind ik niet zo heel erg leuk. Is er ook taart, hè? Die is ook echt heel erg leuk bij die andere gieren. Als je dan bijvoorbeeld deze hebt, zeker omdat er alleen maar kaarsjes staan. wat te doen? Ik denk dat ik toch voor mijn gestempelde tekst ga nu. Ah, oh, heeft er iemand gezegd? Ja, waar zie jij goud? Ja, jullie zien dat niet. Maar dat is echt, als je nu hier kijkt. Even kijken hoor. Ja, kijk, zie je? Er zit allemaal goud. Dat is altijd een beetje moeilijk te zien, die glans op filmpjes. Maar er zit echt gewoon, op al die stukjes zit goud. Zie je dat? Dus vandaar. Toch de stempel, hè? Oh, jullie zijn het allemaal met me eens? Nou, dan ga ik niet meer nadenken. Dan komt gewoon die stempel er. Dan moeten we alleen nog nadenken of hem hier lager. Ik vind het denk ik laag leuker. Ja, ik ga hem onderin plakken. Vind ik ook iets leuker erbij. Beetje lime. Oh ja, en ik zag nog voor iets van, is dat een apart tuitje op je
lijm volgens mij. Even kijken. Oh, ik ben het alweer kwijt. Ik dacht dat ik dat had gezien. En, maar dat is inderdaad een apart tuitje die speciaal is voor bij deze lijn, de Art Glitter. En die hopen we volgende maand weer binnen te krijgen, want die zijn echt al een hele tijd weer uitverkocht. Maar ja, dat was even niet anders. Nu denk ik ineens, och, eigenlijk had hier nog iets onders moeten. Kan dat nog? Het kan nog. Ik kan hem nog loshalen. Ik ga hem even nog zo neerleggen. En dan pak ik nog even een klein stukje papier. Even kijken, ik heb hier nog een stukje over natuurlijk van mijn basiskaart. Ja. Ik vind het toch leuk als daar net nog weer wat kleur onder zit. Ik heb mijn borsteltje nog liggen. Dus dan gaan we even met deze kijken of er nog genoeg in zit. Nee, een beetje erbij. Groot genoeg. Eerst weer schoonmaken. Ik blijf altijd schoonmaken. Staat op de website dat er nog 16 zijn. Oh, ik heb geen idee waar we het over hebben. Ja, dit tuitje, dit heb ik echt nog nooit verstopt gehad. Continu gewoon die naald er weer in en dan gaat dat echt gewoon helemaal goed. Oh ja, ik had hem nodig eigenlijk. Zo. Kijk, en dan... Oh, moet ik hem niet verschuiven. Krijgen we er net nog eventjes een gekleurd randje bij. Vind ik net iets leuker. Schaar. Dat kun je ook weer snijden, maar... Living on the edge, hè? Gewoon knippen. En achteraf mogelijk spijt hebben, maar... Nee, is goed genoeg. Goed genoeg. Zo, kijk. Dan springt hij er net iets meer uit. Dus dat is leuker. Oh, de lijm is op. Maar inderdaad, we hebben nog een aantal van die tuutjes erop. Hoe heten die dingen? Ik zie het even niet. Zo. Deze heb ik overigens niet precies in het midden gedaan, maar een beetje naar rechts. Dat maakt het net weer even wat speels. Er zijn allemaal pluisters hier. Ik weet ook niet hoe het kan met die loslopende katten hier. Zo. Metal tip, dankjewel. Ik zat al te proberen te gluren, maar ik kon er even niet op komen. Goed, dus dat was eigenlijk mijn idee. Kijk, en het staat echt heel leuk als je dit zo neerzet. Je kan eventueel, zou je ook nog... Nou ja, dat kan nu niet meer bij deze, dat is niet leuk. Je zou hem nog namelijk aan elkaar vast kunnen maken aan de onderkant, dat hij niet verder open gaat als dat hij staat. Maar op zich blijft hij zo prima staan. En dit staat echt heel erg leuk. Dus dat was eigenlijk mijn idee voor vanavond. Met die nieuwe gieren van Wim Systems. En daar hebben we dus deze van. Voor de mensen die het in het begin hebben gemist. En degene die ik vanavond heb gebruikt is deze. En we hebben dus dat leuke lettertype gebruikt. Dat script die ik ook weer ergens heb verstopt. Echt, altijd als ik begin, dan is het hier heel netjes opgeruimd en dan zie je alles liggen. Tegen dat ik klaar, tijd dat ik klaar ben, zie je niks meer. Maar dit is even het papiertje. Zo, dus ja, gewoon weer hele leuke nieuwe materialen. En hier waren nog wat andere kaartjes die ik in het begin al had laten zien, die ik ermee had gemaakt. Zo. Dus, nou ja, twee eigenlijk hele basiskaarten. Gewoon normaal formaat. Gewoon vierkant en een slimlijn. En dan voor vanavond had ik bedacht van nou, zullen we
wel leuk om een keertje wat anders te doen. Helemaal niet mijn kleurtjes, maar dat maakt het wel weer ja, toch leuk om te doen. En je ziet ook dat net dit, dat grijs weer op de achtergrond, dat geeft net dat beetje extra, waardoor het onderscheid maakt weer tussen de verschillende lagen. En nou ja, net zoals hier die spettertjes natuurlijk, is alleen maar leuk. Dus ik hoop dat jullie dat ook weer leuk vonden. Ik ga even terugkijken of er nog mensen zijn die eventueel vraagjes hebben. Even kijken. Nou, jullie vonden het een leuk model. Nou, dankjewel. Mochten jullie er iets mee maken, laat het zien, hè, ook in de groep. Want dat is echt altijd heel leuk om terug te zien allemaal. Mocht je nog een vraag hebben, dan kun je die uiteraard ook stellen. Ik zit nu even terug te kijken dat er nog... Of er nog meer vragen zijn. Volgens mij niet hoor. Nee, ik zie verder nu geen vragen meer. Nou, mochten er nog vragen komen, je kunt ze altijd stellen, want dan probeer ik ze zeker nog te beantwoorden. Ik hoop in ieder geval dat jullie het zo leuk vonden. En dan ga ik lekker afsluiten. Ik ga hem weer op YouTube plaatsen. En dan kunnen jullie hem daar ook weer makkelijk terugkijken. Mocht je het dan nog een keertje willen maken, dan kun je dan heel makkelijk nog terugvinden hoe ik het heb gedaan. Omdat het in de groep gauw wegzakt. Nou, voor de mensen die het niet hebben meegekregen nog. Morgen krijgen we een nieuwe website. En dat betekent dat morgenochtend de website niet bereikbaar is. Mocht je vanavond bestellen, dan wordt dat zeker allemaal nog verwerkt morgen. Dus wees niet bang dat dat niet goed komt. Maar morgenochtend, op maandagochtend, kan er dus niet besteld worden. Dan is de webshop gewoon even tijdelijk dicht. En dan, zodra dan de nieuwe site online staat, kunnen jullie weer er naartoe. En dan kunnen jullie daar weer bestellen. We zijn heel benieuwd wat jullie van de site vinden. Er is heel veel werk in geweest. En we hopen dat het foutloos gaat natuurlijk. Of dat gaat lukken, dat gaan we allemaal zien. Maar nou ja, alvast veel plezier met rondkijken op onze vernieuwde webshop. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Heel bedankt en tot de volgende keer. Doei!